Give word to Pedja Kovacic. Ik hoef dat niet te vertalen waarschijnlijk. Dobro večer svim prisutnima. Želeo bi da kažem par reči o svojoj izložbi u kojoj ste trenutno prisutni. Goedenavond allemaal. Ik wil iets vertellen over deze expositie. Oké. Izložba na kojoj ste prisutni, FreeArt, predstavlja način prezentovanja dela koje je u samoj osnovi koncept. Dela postaju dostupna širim masama bez ograničavanja prava na uživanje. Free art is a manner of art presentation based upon a certain concept. This way works become widely available without limitation of beneficial. Free art is een manier of het presenteren van een gebaseerde kunstvorm naar een bepaald concept. Op deze manier wordt kunst breed aanvaard zonder enige terughoudendheid om te bekijken. Kako predstavljen zahtjeva sprovođenje izložbi na javnim prostorima, najpre u prirodnom okruženju, te za ovu drugu FreeArt izložbu odabrano na Nacionalni rezervat prirode Zasavica. This kind of presentation requires exhibition in public places, foremost in natural environment, and that is why the special nature reserve Zasavica has been chosen as an ideal place for the second free art exhibition. Deze manier van presentatie heeft een presentatie van een expositie in publieke gelegenheden. Is waarom ze speciaal gekozen hebben voor het natuurreservaat, omdat het beter in een open gelegenheid past. En daarvoor heeft de campinghouder samen deze plek gekozen als een ideale plaats voor de tweede free art exhibition van onze kunstenaar. Skulptura koja stvaramo slobođene su jasne simbolike i asocijativnosti, dok istovremeno imaju abstraktnu formu, što modernoj skulpturi daje prostor da svakim posmatračom ostvaruje ličnu interakciju. My sculptures are liberated of evident symbolism and associativity, but at the same time, their form is abstracted, thus providing space for modern sculpture to interact individually with every observer. Mijn sculptures zijn bevrijd van alle vormen van directe herkenning. Het is de bedoeling dat je deze kunst op een andere wijze gaat beleven na een intensieve beoordeling van het werk. Het ligt niet voor de hand dat je direct begrijpt wat hij gemaakt heeft. Kao stvaralac, škrto se odnosim prema posmatraču. Dopuštam da u prvi mah sagleda moje vizije i predstave, koje su doprinale stvaranju svakog dela. Ako posmatrač želi da dokuči moje osete, ima priliku da to učini posmatranje mojih dela, a ako to ne želi, ima mogućnost za sebe, nađe unutar poetike svake skulpture. As a creator, I'm a search observer and I don't let him or her to grasp into my visions and notions right away. If they don't want to do so, they can do it by carefully observing my work. If not, they can find themselves in poetics of every sculpture. Dat heb ik eigenlijk net al verteld, maar dat maakt niet uit. Als een kunstenaar ben ik een bijzondere beobachter, bekijker. En wat ik zie is niet direct voor iedereen begrijpelijk en alleen na zeer intensieve bekijken van mijn werk kan je inzien wat ik eigenlijk met dat werk tot uiting wil brengen. Dat is wat ik eigenlijk bedoel. Inspiratie van svako delo leži u samom materijalu prema kojem se odnosim s dubokim poštovanjem. Trudeći da ne odstupam od njegove prirodne forme, ne narušavam njegovu simbiozu za prirodom. Čitav proces nastanka skulpture nalazi svoj izvor u poetici mojih doživljaja. The inspiration for each work lies in the material itself, to which I have nothing but the deepest respect.
By trying not to interfere with its natural form, I do not violate its symbiosis with nature. The whole process of creating a sculpture springs from poetics of my personal experience. Oké, okay. Nou, ik ga het nog een keer proberen. De inspiratie voor elk werk ligt in het materiaal zelf. Wat hij heeft benaderd vanuit het diepste respect van het materiaal. Om niet te proberen de oorspronkelijke vorm te veranderen, wil hij het... Het materiaal niet, geen geweld aan doen. Dat is wat hij eigenlijk wil doen. Dus hij wil het materiaal zoveel mogelijk in zijn eigen vorm tot stand laten komen. Het hele proces, dat is het hele proces van creëren, van zijn sculpturen, komt uit de poëzie en zijn persoonlijke ervaringen. Dat is het difficult. Ik wil graag bedanken aan i gospodini Uwi ispred kampa Zasavica. I'd like to thank to all of you present and especially to Mr. Jovak in behalf of Kamp Zasavica. I predajem reč gospodini Jovak. On the end, I am declaring this office officially off. They have understandable. It's for you. I have one. Okay. You? Well, I have already one. Yeah, okay. This one is up. Nu als kunstenaar op de weg om dat te doen. Nou, ik zou het niet kennen. Ja.
Ik kan niet abstract werken. Ik vind het moeilijk om iets te abstraheren. Ja. Ik kan daar persoonlijk, ik ben dus meer zelf creatief of zo. Ja, ja. Ik heb er erg aan moeten. Wij hier maken we hebben die heeft bij ons gewoon die had van dat rippelkartoon. Ja. Een aparte rippelkartoon. En dan sneed hij met een mes. Allemaal bomen uit. Ja, iedere boom werd weer anders. Ja. Maar met dat ribbelkartoon, dat is echt niet. Maar dan ben je toch bezig. Ja, hij is. Dan hij is dus begrijp ik het niet. Nee. Hoe maar dat zegt hij ook. Het is niet direct begrijpbaar. Het is voor hem. Het is voor hem. Ja, het is niet voor ons. Het is niet voor hij is een gift, broer. Ja. Hij laat zijn visie. Zijn visie op het materiaal. Dat zou dan lukken als hij nou in de bol is. Ik zag het aangeven, ik zeg, je hoeft om dit te maken. Maar dat begrijp ik. Ik denk dat dat... Ja, nee, ik vind het volgens mij niet te stalen. Nee, ik kan dat niet. Ik kan het niet. Ik heb thuis zo'n stuk Aldas hier. Ik doe zelf ook iets aan beeld. Ik weet nog steeds niet wat ik ermee aan moet. Het kan al jaren duren. En één keer dan heb ik dat. En dat heeft hij ook. En dan denk ik van, ik wil die vorm. Zal dat het uitdoen bij. Maar dat is niet afgelopen. Ja, ik vind het verder van ons. Die moet je wel zo ontzettend gevoel hebben als je daar iets in ziet. Ik heb daar zo niet. Hij doet het met een bol van. Oh ja, dat is een kleur krijgen met een leven. En dan ja, als je dat mooi vindt, kijk, dat is natuurlijk. En dan gaat hij dus met een handzaag, heel voorzichtig. Het is ook niet machinaal, want daar zie je ook verschillende stukken. Ja. Marm is het best een heel moeilijk materiaal. Dat is één ding verkeerd. Ja. En hij heeft op de vuilnisbelt, de horlogeschreven zijn, heeft hij uit de Romeinse tijd heeft hij twee hele grote dikke platen gevonden, die lagen bij het vuil, Romeins marmer. Ja. En daar gaat hij nog dingen uit maken. Ja, maar dat kan ook lang duren voor dat beter. Ja, precies. En het is ook niet te handelen, hè? Ja, dat is natuurlijk met beeldhouden sowieso niet zo, hè? Ik heb zelf een groot paard uit Serpentijn gemaakt. Nou, dan moet ik echt uitkijken hoe ik dat neerzet en draai en bij een vertellen. Dan heb ik weer een ding voor nodig. Ja, hij heeft een draai bij nodig. Ja. Nou, dit is dus ook terracotta. In feite zijn er twee plakken terracotta die ik tegen elkaar maak. Nee, dat plak je in de vorm van een lat, plak je dat tegen elkaar. En dan laat je het droog heel lang. Dat is wel heel mogelijk. Normaal heb je een dikke terracotta op het pakken.
Thank you.